begonnen met sporten toen ik 9 was. Ik werd altijd gepest, werd altijd voor een jongetje uitgemaakt of lelijk genoemd. Ja, dat was behoorlijk heftig. Toen ik naar de sportschool ging, begon ik te merken dat ik ergens goed in was en ik kwam meer voor mezelf op. Ik wil een sportschool oprichten waarbij je echt aandacht aan de mensen besteedt. Dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen welkom is. Maar als ik echt mijn eigen sportschool wil beginnen, dan zou ik toch nog wat ervaring moeten opdoen op verschillende vlakken. Zullen we eens even kijken naar de les van volgende week? Wat had je in gedachten voor Henk? Zijwaarts lopen, dan kunnen we de armen erbij pakken op een gegeven moment. Goed zo, heup omhoog, knie naartoe en uitduwen. Je merkt echt dat je gewoon heel erg belangrijk bent voor ze op het moment dat je in het bad staat. Je bent wel met gewoon zieke mensen bezig. Na die operatie is het alleen maar pijnlijker geworden. Als je meer fietsbeweging maakt met de knie, dan wordt de knie wat soepeler. Toen ik ze het zwembad uit zou gaan, merkte ik toch wel dat ze een stuk vrolijker waren nadat ze hadden gesport. Dus ja, dat vond ik wel heel gaaf om te zien. En ook mooi dat ik ze daarin kon begeleiden. Nee, bedankt voor alles. Ja. Zal ik even helpen? Ja. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor om eigen sportschool te openen. Maar ik heb wel veel dingen hier geleerd die overeenkomen. Zoals roosters maken, mensen begeleiden, lessen die je moet voorbereiden. Ja, en dat zou ik echt graag naar mijn eigen sportschool mee willen nemen.